Kijk eens van JWTV, een bijzonder goede morgen. We zijn natuurlijk weer live. Er wordt gesport, het is mooi weer. Voor mij Kees van Tol, hij is van Jeux de Boules vereniging L'Esprit. L'Esprit, zo is het maar net. Kees, hoe zit het met het seizoen? Is dat weer van start gegaan? Het seizoen is al een hele tijd bezig. Maar normaliter spelen we altijd binnen. Dat zijn de regels om binnen te spelen. Maar ja? In onderling overleg met de tegenpartij mogen we dus eventueel buiten spelen. Okay. En vandaag is stralend weer, dus we spelen lekker buiten. Zo is het. Nou, ik dacht, ik ga een rondje Schiedam maken. Ik was al net bij de collega's van Van Vliet. Ja? Daar ga ik misschien zo nog even naartoe. Eventjes over de vereniging. Nou, dat verhaal van brand en zo hebben we allemaal gehad. Jullie hebben een prachtige nieuwe opstal. Hoe gaat het met de club? Nou, het gaat geweldig met de club. Je ziet het. We hebben dus dat Boerendroom vorig jaar geopend. En dat is natuurlijk een hele vooruitgang, want dan kunnen we 's winters ook blijven spelen. Ja, hoe is het met het spelersbestand? Groeit het spelersbestand, dat groeit nou een heel klein beetje. Ja, er het kunnen is... dus veel nieuwe leden bij. Wij kunnen altijd nog nieuwe leden kunnen we gebruiken en die zijn altijd hartstikke welkom. Ja, wat zijn dat nou voor mensen die bij jullie dat komen doen? Jong en oud. Ja? Jong en oud is dat. Van hoe oud tot hoe van oud? Van hoe oud. Nou, de jongste die is geloof ik 8 jaar. 8 jaar? Ja. Oké. Okay. Ja. Het is natuurlijk een sport waar je afhankelijk bent van het weer. Of hoeft dat niet per se? Omdat we dus binnen kunnen spelen. Je hebt een hal? We hebben een hal, dus we kunnen dus ook gewoon binnen spelen. Dus we zijn niet meer weersafhankelijk. Oké. Okay. En nou, hadden we vroeger wel. Ik praat even door terwijl ik de camera draai. Dan natuurlijk kunnen de mensen ook zien dat ja, er op het ogenblik gespeeld daar wordt. Daar loopt een van onze jeugdleden. Daar komt een van de jeugdleden. Ze is een Nederlands kampioen, hè? Ze is Nederlands kampioen, daar moeten we meer van weten. Wie is het? Dat is Marit. 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 Marit, kom eens hier. Marit, kom eens even hier. Kom er eens bij. Blijf staan, Marit. Even naar mij kijken. Ik hoor net dat je Nederlands kampioen bent. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Hoe komt het dat jij zo goed bent? Heel veel oefenen. Ja? En doe je dat hier op de club of ook thuis? Op de club alleen. Alleen op maar de club? Maar ik zit ook in de selectie. Wat voor selectie? Vertel. De Jeux de Boules selectie. Zo. En waar heb jij dat Jeux de Boules geleerd, Marit? Ik heb het eigenlijk... Nou, eigenlijk heb ik het hier geleerd. Ja. Van mijn vader. Oké, dat was de trainer dus? Ja. Oké, en was hij streng als trainer? Nee. Nee? Nou, dan komt een mevrouw binnen en die schrijft... Gefeliciteerd, Marit. Is dat even leuk? Want ik zit nu live uit te zenden, dus dat betekent dat mensen meekijken. Moet je vandaag nog een wedstrijdje doen? Nee. Nee? Morgen moet ik weer naar de selectie. Morgen moet je naar de selectie. En wat gebeurt daar dan allemaal? Nou, dan ga je schieten. Ja. En je gaat plaatsen. En dan ga je allemaal oefeningen maken. Doen. Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik jou heel veel succes wensen. Zeg, hey, praat ik hier ineens zomaar met een kampioen. Hartstikke leuk, dankjewel. Ga ik weer even verder bij Kees van Tol. Doei. Ja, nou, je hoort ja, het ik ben nog geen kampioen hoor. Jij bent nog geen kampioen. Misschien bij de veteranen dat het ja, nog een keer komt. Ja, oudertjes, ja. Oké. Okay. Even ter afsluiting, wat je zegt, mensen kunnen gewoon langskomen. Het is natuurlijk niet alleen de sport, wat jullie doen natuurlijk ook, denk ik, aan sociale contacten. Dat is natuurlijk, ja, je bent hier voor je ontspanning. Ja. Dit is wel een competitie, ja. Maar er staat geen auto te winnen. Dus, ik kan gewoon op de fiets weg. Ik kan gewoon op de fiets naar huis. Oké. Okay. En het is gewoon het plezier. Zo is het. Kees, JWTV gaat weer op zijn fietsie. Kijken wat hij allemaal tegenkomt. Ik wens jullie vandaag een prachtige dag toe. Jullie met ook. Heel veel succes. En de kijkers ook. En de kijkers ook. En laten we hopen dat er toch gewoon weer wat leuke leden bijkomen. Okay. Want hoe meer zielen... Hoe meer vreugde. Hoe meer vreugde. Dank je wel. Hartstikke bedankt. Ik ga nog even laten zien dat er serieus gespeeld wordt. Dat mensen niet denken van het is zomaar wat. Nou, wat wil je nog meer? Een zonnetje. Lekker aan de slag. Dadelijk even een hapje eten. Ik zou zeggen, ik wens u vanuit de Stadhouderslaan, want dat is het geloof ik officieel, een heel fijne dag.